I say be happy with what you got. You'll be happy. Me, I want what's coming to me. Oh, well, what's coming to you, Tony? The world, Chico. And everything in it. Lesson number one. Don't underestimate the other guy's greed. Lesson number two, don't get high on your own supplies. That's right. Lesson number two, don't get high on your own supply. Of course, not everybody follows the rules, huh? We gaan nu praten met John Wolbers. John, en we gaan met jou praten over Amerikaanse levensverzekeringen en wat je daar allemaal mee kunt doen. Ja. Wat doe je daarmee? Ik had Ferrari 599, een Ferrari F40, een Ferrari 430, een Ferrari 430 Scuderia, een 360 Challenge Stradale, een Rolls Royce Phantom, een Audi R8, een Lamborghini Gallardo. Een BMW M5. Ja, zo'n Porsche, zoals we nu bij ons hebben. Een Porsche GT2. Alleen dan de snelle versie. Kijkers zijn dus heel kritisch op dit moment als ze het woord obligatie horen. En het rendement wat je biedt tussen de 9 en 10%, dat passen. Alleen, ik denk dat de kijker met name geïnteresseerd is, wat zijn de risico's, wat zijn de garanties die je kunt geven? Ja, klinkt misschien raar. All I have in this world is my balls and my word. And I don't break them for no one. You understand? I always tell the truth. Even when I lie. Oké, nou bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Ik denk dat het, als ik het zo bekeken heb, dat dit een solide product is, wat op geen enkele manier de vergelijking kan doorstaan met verkeerde producten. U heeft het helemaal juist. Oké. Wilt u meer informatie, kijk dan op ons internet. And then you're gonna find out your biggest problem is not bringing in the stuff. But what to do with all the fucking cash? Is this my house? Entry, please. Oh la la. Oh, we are. King in the castle, king in the castle. I have a chair. Oh, go do this. King in the castle. A man yesterday told me if I buy a car, I must buy one with a pussy magnet. He means a car that women will like. Yes, but where you keep this magnet? No, there's no magnet. No, he means the vehicle. Women love the Hummers. Do this have a pussy magnet? No. The vehicle itself will be a magnet. If I give you good price, will you please put in pussy magnet? Yeah, but there's no such thing in this country as a magnet. Hey, what are you guys doing tonight? You want to go to a nice restaurant with me? You hungry? Okay. I could eat a horse. Okay, they're going to cook you a horse. What's up with that vanilla face? Me and my homie Azamat just parked our slab outside. Please. We're looking for somewhere to post up our black asses for the night. So bang, bang, skeet, skeet, nigga. We're just a couple of pimps, no hoes. 1964. In een onderzoek naar een grootscheepse beleggingsfraude hebben politie en justitie dinsdagochtend op 4 plaatsen in de regio invallen gedaan. Een van de invallen vond plaats in Hezen, in de villa van de directeur van EasyLife, het bedrijf dat de omstreden EasyLife beleggingsformule op de markt brengt. Volgens justitie, die bij de actie dinsdagochtend werd ondersteund door de Fiat, heeft het bedrijf van Hezenaar de afgelopen jaren zeker 500 mensen gedupeerd. Zij zouden voor minstens 25 miljoen euro zijn benadeeld. Behalve in Hezen deed de politie ook een inval in het hoofdkantoor van EasyLife in Helmond. Er zijn tot nu toe 3 aanhoudingen verricht. De directeur van het bedrijf zat daar niet bij. Hij verblijft in het buitenland. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms.
That BCBG, Burberry, Dolce & Gabbana. John Wolbers. Hey, there's two guys looking for you out there, man. Uno grande, uno pequeño. Remember I told you when you started, the guys who last in this business are the guys who fly straight, low-key, quiet. And the guys who want it all, chicas, champagne, flash, they don't last. You finished? Can I go now? Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Lama Land. Donderdagmiddag, even na tweeën, meldde de Easy Life-directeur John Wolbers uit Hezen zich vrijwillig op het hoofdkantoor van politie in Eindhoven. Op de vraag of hij de gedupeerde in de beleggingsaffaire schadeloos zal stellen, antwoordde... Hey, fuck you, man! Who put this thing together? Me! That's who! Who do I trust? Me! Ja, maar dat is geen commentaar verder. Verder geen commentaar. Nee. Op de vraag of hij gezien zijn reistassen ervan uitgaat langer dan een paar uurtjes op het politiebureau te zullen moeten blijven, gaf hij geen commentaar. Ja, maar dat is hier. So say good night to the bad guy. Are you telling me the man who tried to put a rubber fist in my anus was a homosexual? Even though my anus was broken, I knew that the rest of our journey would be great success. Na 17 maanden voor arrest kwam hoofdverdachte John Wolbers in de fraudezaak van het failliete Helmondse beleggingsbedrijf EasyLife vrijdagmiddag voorwaardelijk en tijdelijk op vrije voeten. John Wolbers heeft zijn paspoort moeten inleveren en hij mag niet in de financiële wereld werken. I had no car, no money and no azamat. The only thing keep me going was my dream of one day holding Pamela in my arms and then making romance explosion on her stomach. Volgens justitie werd er vooral geld aan dure auto's, huizen en luxe artikelen uitgegeven. Wolbers bestrijdt dit. He, kunt u zich voorstellen dat de gedupeerden denken van ja, meneer Wolbers zal daar wel iets mee te maken hebben, toch? Nou, toch een signaal in de mond leggen, Rick. Ik denk dat het heel duidelijk is geweest wat mijn rol is geweest. I always tell the truth. Even when I lie.